Bonjour! Hartstikke mooi weer. De lente is begonnen. En lekker veel zonnestroom. Weer van alle 8 zonnepanelen. Deze 2 zonnepanelen hebben er namelijk een tijdje niet meegedaan. Dat was eigenlijk 2 weken geleden toen ik terugkwam van het hondenuitlaten 's ochtends. Was het ook stralende zon. En toen gaf een van deze zonnepanelen een zware bromtoon. Dus echt zo'n, ja, van een wat je ook wel eens hoort bij een transformatorhuisje. Boop. Niet zacht, maar echt hard. Dus ja, zonnepanelen gelijk afgesloten, deze 2. Alles doorgemeten. Sander kon eigenlijk niks vinden. En toen begon het te regenen, dus toen hebben we maar een, ja, ze hebben gewoon een tijdje niet aangesloten gehad. En toen hoorden we ook dat vlak daarna, dat er eigenlijk 40, dat er toen 40 satellieten uit de lucht waren gevallen, die... Of tenminste niet goed waren gelanceerd van Elon Musk. Vanwege een magnetische storm door een zonneflare. Een zonnevlam. Dus toen dachten wij, zou dat kunnen dat de zonnevlam ook effect heeft gehad op ons zonnepaneel. En daardoor zo'n bromtoon heeft veroorzaakt. Nou, gisteren heeft Sander de zonnepanelen weer aangesloten. Want alles was droog. Dus nou ja, gewoon maar weer aanzetten. Kijken wat er gebeurt. En we horen eigenlijk niks. En ze doen het gewoon weer goed. Allebei. Dus wat het nou geweest is, dan vragen wij ons af van, wat voor effect kan een zonnevlam hebben op een zonnepaneel? Kan die dan een grote bromtoon veroorzaken? Want deze zonnepaneel hier staat gewoon echt op de zon, op het zuiden. Dus heeft de zon heeft hier de meeste impact op. Misschien zijn er mensen die er wat meer over kunnen vertellen. Wij zijn heel benieuwd. A plus!